Welkom, fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag praat ik met transitieconsultant Elze van Hamelen. Elze, welkom. Welkom, <laughs> dank je. Ja, ik ben eigenlijk bij jou thuis, maar het ja, is, uh, is leuk om hier te zijn. Dank je, ja. um, leuk dat je hier bent. Ja, leuk. Ik, uh, we gaan vandaag over een heel um, belangrijk onderwerp praten. Dat zijn namelijk transities. En we zitten op dit moment in een hele bijzondere tijd. Um, er gebeurt veel uh, wereldwijd. Economisch gezien, maar ook uh, in de politiek. Um, en ik heb je ja, gevraagd om wat meer duiding te geven vandaag over de mensen. Of voor de mensen die, uh, ja, die hier nieuw mee zijn met dit soort onderwerpen. Um, en je hebt de afgelopen jaar heb je heel veel bezig gehouden met duurzaamheid. Je hebt uh, in het buitenland gewerkt. En um, ja, ik, ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat je achtergrond is en wat je er nu toe drijft om dit te gaan doen. Um, nou, dat is een hele grote vraag. Ja. Maar zou je ja. wat meer over je achtergrond kunnen vertellen? Ja, ik ben uh, begonnen met werken in duurzaamheid... Um, ja, vanuit de intentie dat je wil bijdragen aan een betere wereld. En hoe ik het destijds zag, was dat, um, dat bedrijven... gewoon hele grote machtige spelers zijn... met heel veel innovatiekracht. Dus op het moment dat die zich echt inzetten voor duurzaamheid... dat daar gewoon de meeste en meest snelle winst te behalen is. Um, maar na meer dan tien jaar daarin gewerkt te hebben merk je eigenlijk dat, het, dat, dat dat verandervermogen nogal beperkt is, dat ze vastzitten in hun eigen systeem. En wat ik parallel daar eigenlijk, uh, kwam eigenlijk een ander proces van, um, dat je merkt dat er gewoon heel veel nieuws buiten het nieuws is. Dat, dat als je gewoon het nieuws volgt uh, in de mainstream media, mm -hmm. dat je niet het hele verhaal meekrijgt. En hoe meer ik zicht kreeg op de geopolitieke context, hoe meer ik ook twijfels begon te krijgen over hoe duurzaamheid op dit moment wordt uh, uitgevoerd. Um, maar ik kon daar aanvankelijk eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus, dus je bent mm -hmm. eigenlijk op twee uh, sporen ben je, ben je bezig. Dus ik had wel zoiets van het werk wat ik nu doe, uh, daar kan ik genoeg mee bijdragen. En, en tegelijkertijd merk je dat er heel veel andere dingen meespelen. Ja. Um, en ja, eigenlijk uh, ja, sinds een jaar of zo... Um, is er een omslagpunt geweest van waar, je, waar, je, waar je denkt van, uh, dit wat ik bij kan dragen is beperkt. En, en er is eigenlijk een bredere bewustzijnsverandering uh, nodig die voorbij duurzaamheid gaat. Er is, het is belangrijk dat mensen beter zien welk systeem ze inzitten, hoe ze daaraan bijdragen. En uh, als individu ook andere keuzes gaan maken. Want ik merk dus binnen bedrijven zitten man, mensen vast in het systeem, binnen de overheid zitten mensen vast in het systeem. Dus ergens die verandering begint. Bij individuen en niet bij die systemen zelf eigenlijk. Uh. Oké, okay, want ik, ik ben wel benieuwd uh, wat voor jou dan het punt was dat je zegt van ik, ik stop hiermee en ik ga uh, iets anders doen. Wat, wat, wat gaf voor jou de doorslag? Ja, dat was uh, iets heel specifieks. Uh, ik, ik was met een hele grote en nogal langdurige opdracht bezig voor een groep bedrijven in de life sciences om daar een duurzaamheidsprogramma uh, voor op te zetten. En sinds het begin van de coronacrisis. Um, begon ik daar echt morele problemen mee te krijgen. Omdat ik merkte dat, um, dat, dat de activiteiten in de medische sector uh, ja, heel erg samenlopen met een overheidsbeleid waar ik niet achter sta. Mm -hmm. um, en het breekpunt was eigenlijk de invoering van de noodwet. Uh, waar, waar we een regering hebben die eigenlijk al waarschuwt van dat er geen verkiezingen misschien niet door kunnen gaan. Die uh, direct of indirect vaccinaties willen afdwingen. En ik kwam gewoon op een punt dat ik dacht van, uh, nou ja, ook op basis van wat ik weet in de life sciences, was ik ervan overtuigd dat die, med dat die vaccinaties niet veilig kunnen zijn als ze binnen hele korte tijd worden um, geïntroduceerd op de markt. Zo. Um, en, en dus ik, ja, zo heb ik het ook uitgelegd aan want dat was ook heel lastig. De opdrachtgever zelf had ik een hele goede relatie mee en ik vind het een ethisch bedrijf. Mm -hmm. De mensen die, waar ik mee samenwerkte waren gewoon... Dus het voelde ook als soort verraad eigenlijk tegen ja, hen. Dat snap ik wel ja ja. ja, ja. Um, en uh, maar maar ja hoe ik het uitleg. Ik zei ja straks uh, straks hebben we gedwongen vaccinaties en ik werk voor een life science bedrijf. Ik kan het voor mezelf niet meer uh, rijmen. En ik had dus al veel langer bepaalde ideeën om meer workshops gericht op um, ja, eigenlijk politieke bewustwording op te zetten. Dus die ben ik daarna gewoon verder gaan ontwikkelen. Dus uh, ja, ja. Nee, interessant. Ik, ik, ik zie op jouw website ook dat je. Je hebt een hele duidelijke visie. Wat, 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 wat volgens jou de transitie is waar we nu in zitten. Mm -hmm. um, daar komen we zo meteen nog op. Want ik, ik wil eerst even uh, voor de kijker even duidelijk hebben van ja, je bent uh, transitieconsultant. Wat, wat houdt het eigenlijk in? Uh... Nou, consultant is ook, of ik ben altijd duurzaamheidsconsultant geweest. Dus. Uh, en transitie is ook een naam gekozen. van het gaat om die bredere transitie. En consultant kun je heel breed opvatten. Van, uh, van het is ook een gedeelte, dus gewoon trainingen en workshops geven. Dus dat is meer trainer. En het uh, consultant-gedeelte is dat ik gewoon heel erg uh, bekend ben met. Uh, duurzaamheidsveranderprocessen bij bedrijven. Maar dat ik de duurzaamheid zelf dus een veel te verengd vind. En vaak. Er worden veel dingen duurzaam genoemd die ik niet als duurzaam zie. Dus, um, um... Oké, okay, interessant. <laughs> dus transitie ja, ja. Is, is een. Uh, ja, ja, dus ik dacht van. Voor mij is duurzaamheid van kunnen we. Kan, kan deze samenleving nog honderd jaar verder door? Of hebben we eigenlijk een beschaving die nog duizend of een paar duizend jaar door kan? Zonder dat we het ecologisch systeem crashen met een ja, ja, ja. Ja. Uh, vrije samenleving. Uh, dus dat is nogal brede, uh, en daarvoor is er gewoon een hele grote transitie nodig die iets anders is dan bedrijven die hun milieu impact meten of die aan ketenbeheer doen. Uh, dus, dus, ja, transitie is de transitie voor, nog steeds voor mij richting duurzaamheid, maar niet duurzaamheid zoals die nu in smalle zin wordt opgevat. Nee, nee want je je, hebt, je haalt er een aantal andere elementen bij, uh, dat heb ik op je website ook gelezen. Um, wat ik wel interessant vond is dat je ook workshops gaat geven en uh, dat gaat dan vooral over de, 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 de systemen die we nu hebben. Mm -hmm. um, en wat, wat bedoel je nou eigenlijk met, met de systemen? Dat komt vanuit een achtergrond van het systeemdenken, maar ik heb ook een achtergrond in de sociale wetenschappen en uh, als je naar sociale systemen, dat is natuurlijk een systeem. Dus het, uh, toen was systeemdenken nog niet zo'n modewoord. Maar je kijkt naar een, een sociaal uh, geheel, een organisatie of een groep of een samenleving, um, altijd naar een heel complex geheel en alle dynamiek tussen de elementen daarvan. Ja, het is dat allemaal dus raadertjes die op elkaar aansluiten en uh, ja, je moet het je moet het geheel kunnen overzien? Um, ja, en niet zozeer raadertjes, want dan heb je dan is het meer heel voorspelbaar, maar um, het is meer, ik denk meer aan. Um, ja, dus complexiteit of chaostheorie van uh, er zit een bepaalde dynamiek in dat systeem. En als je dan kijkt naar wat uh, bijvoorbeeld Dana Meadows heeft het systeemdenken, het thinking in systems uitgewerkt. En uh, een systeem heeft altijd een bepaald doel. Dus een bedrijf heeft het doel van uh, winst te maken voor de aandeelhouders. En eigenlijk zijn alle processen binnen dat systeem zijn ingericht om dat doel te realiseren. En uh, wat je dus merkt, ook als je, als je iets probeert te veranderen in het systeem, dan uh, uh, er kan wel bijvoorbeeld een doel zijn van wij willen, wij, wij willen een duurzame toekomst, maar het werkelijke doel zit ergens anders. Er zijn ook de management systemen op ingericht. Oké, okay, dus, dus het doel is van we willen een duurzame toekomst, maar er zit een ander doel uh, eigenlijk nog voor. Ja, de, 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 de winstgeving, de, de verantwoording richting aandeelhouders. En, en als je dus naar systeemdenken kijkt, dan, uh, dan kijk je naar van wat is de dynamiek tussen die elementen, wat is het doel van het systeem zelf. En uh, als je dan ook op zoek gaat naar interventies, dan, uh, dan, dan gaat het meer op basis van die systeemanalyse dan uh, van we gaan nu rapporteren over duurzaamheid en uh, we gaan dit meten. We, bijvoorbeeld, je kunt doelen stellen van we willen x procent minder CO2 uitstoten. Uiteindelijk zal dat aan het systeem en hoe het systeem functioneert niet heel erg bijdragen. Dus als je het systeem wil veranderen, moet je, moet je die bredere dynamiek uh, erachter zien en snappen. Oké, okay. en, en um, wat je wilt in workshop wil je, wil je mensen eigenlijk bewust maken van, van, uh, van dit onderwerp. Mm -hmm. um, uh, kun, kun je iets vertellen hoe je dat gaat aanpakken in zo'n workshop? Kun je er uh, een voorbeeldje van geven? Ja, de workshops gaan dus niet. Wat ik ne net uitlegde, was het systeemdenken binnen organisaties. Maar als je um, nu kijkt, bijvoorbeeld. Naar het, naar het wereldsysteem. Of, we, we, veel mensen hebben nog steeds aannemen van. We leven in een democratie, we leven in een vrije samenleving. Ik um, kan vertrouwen op. Uh, als ik wat ik hoor op het NOS. Mm -hmm. uh, en dat is een bepaald vertrouwen in het systeem, hoe dat werkt, het overheidssysteem. Maar eigenlijk, als je er echt diep in duikt, dan, dan is het, sy het systeem hoe het werkt is heel anders dan hoe het ons wordt voorgeschoteld. En. Um, en wat, uh, waar ik in mijn uh, workshops naartoe, kijk, eh, naartoe ga... is eigenlijk een soort bijspijkercursus over de politieke werkelijkheid. Mm -hmm. Waardoor je gewoon de huidige situatie zoals die ons nu voordoet... een heel stuk beter snapt. Ja, maar eigenlijk schep je een nieuw kader voor mensen... Dus zodat, ze de, zodat ze de realiteit beter begrijpen. Mm -hmm. uh, ja, dat is best wel een, 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 een confrontatie, denk ik. Ja. ja. <laughs> Ja, het is een uh, red pill. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar hoe, uh, 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 nou, ik vind het heel mooi dat je dat doet. Ik vind het heel, heel moedig ook. Um, maar ik, ik kan me ook zo voorstellen dat het wel, uh, dat het wel heftige uh, situaties kan opleveren. Nou, de manier waarop de workshop is opgezet en dat is heel bewust zo aangepakt, is um, dat er ook veel interactie uh, is en veel reflectie. Uh, wat ik heb gemerkt bij. De on Kijk, sommige onderwerpen is een stuk informatieoverdracht. Dus dat is best... Dat kun je doen en dat, um, dat is gewoon leuk om te leren en daar blijft het bij. Maar sommige informatie ook waar je... En ik denk dat... De, die je krijgt, die, daardoor moet je je werkelijkheidsbeeld eigenlijk aanpassen. En dat is een emotioneel proces. Dat is niet een rationeel proces. Dat vinden mensen vaak uh, vervelend. Ja, ja zo zacht, zo zegs. Ze. Uh, dus, hoe, hoe ga je daarmee om, uh, persoonlijk? Want het is best wel een, uh, ja, best wel een uitdaging. Het bespreekbaar maken. Ja, ja, ja. Um, de, hoe het is opgezet is dat het eerste gedeelte van de workshop um, wordt gereflecteerd op een aantal vragen. Waardoor je eigenlijk de aannames uh, die onder water leven over mm. de werkelijkheid naar boven brengt. Dus dat je dat voor jezelf helderder krijgt. Daarna is er gewoon best wel een groot stuk. Uh, ja, Theorie van, uh, want het is gewoon niet heel. Het is nog een complex verhaal, dus dat kan ik niet in drie tweets uitleggen. Nee, nee. Um, en, uh, en daarna is er dus uh, is er gewoon ruimte voor, voor bespreking van wat doet dat ook met je en hoe kijk je daar tegenaan. En ik moet ook zeggen van uh, de doelgroep is nu vooral eigenlijk um, ook door wat er nu gebeurt, zijn er echt wel veel mensen die hun achter hun oren krabben van hé, hey, wat is hier aan de hand? En ik merk gewoon. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden in het gewone journaal. Ik, ik, ik geloof dit niet meer helemaal. Nee, precies. Ja. Maar als je dan op zoek gaat van... Ja, wat moet ik dan nog wel geloven? Ik weet dat dat voor mezelf echt wel een heel proces was van... Uh, dat je merkt dat er hele grote leugens in het grote nieuw, uh, algemene nieuws zijn. En dat ik daardoor ja, dat gewoon niet meer vertrouwde... Maar ja, dan, het is niet zo dat je dan opeens alles gelooft wat er op het internet staat. Nee, precies. er zit wel een, <laughs> een verschil in. Hè? Want uh, je hebt ook heel veel uh, uh, alternatieve bronnen die, uh, ja, waar je ook je vraagtekens bij kan zetten. Mm -hmm. uh, maar het is dus ook weer de kunst om dat te filteren van wat is uh, betrouwbaar. Ja, dat is, dat is best ja. wel een kunst. Ja. Ik, uh, mijn, um, mijn insteek is toen geweest: um, kijk, bij publicaties weet je nooit wat voor geld erachter zit, want dat, dat bepaalt meestal de agenda. Maar er was een hand, handvol journalisten die ik ontdekte. die um, op een gegeven moment gewoon hun verhaal niet meer kwijt konden in het gewone nieuws. En daardoor een keuze hadden van: uh, ga ik nu voor mijn uh, veilige inkomen? Um, en die zijn, hebben ervoor gekozen om een eigen website te starten. Um, Moedig. Met, ja, en, ja. En, en daardoor dacht ik, want dat zijn mensen die integriteit hebben en ruggengraat. En. Um, en ook, um, ook al ben ik het niet altijd eens, je ziet waar ze vandaan komen. Dus ook al ben ik het niet altijd met ze eens, je weet van, van, ze dienen niet een bepaalde agenda. Ze geloven zelf ergens in en daarover willen ze zo eerlijk mogelijk rapporteren. En dan bij die mensen ben ik gaan kijken van wie volgen zij, wat zien zij als betrouwbaar nieuws. Ja. Ik wil even met jou terug ja. naar wat je net vertelde over die workshops. Hè? Uh, want je hebt dus, uh, je zijn het van, wil een aantal aannames naar, naar boven halen uh -huh. om te kijken van of dit wel klopt. Uh -huh. Kun je daar een voorbeeld van geven van mensen die dus bepaalde aannames doen? Ja, de aannames zijn bijvoorbeeld dat we een democratie hebben die nog functioneert. Of um, dat we een vrije pers hebben. Of vrijheid van meningsuiting. Of dat, uh, nou ja, dat zijn best wel. Dat zijn heftige Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Dus de, en, en, um, uh, maar dat, dat zijn grootse onderwerpen, hoor. Dat is best wel uh, uh, zware kost. Of, of, of zie je het anders? Ja, ik, ik vind het ja, zelf. Ja, ik, ik, ik ben hier ook al een paar jaar mee bezig dat ik, dat ik uh, wel weet wat er speelt. Dus ik denk dat ik uh -huh. dat weet. Uh, ik doe mijn best om, om, om mezelf zo breed mogelijk te informeren. Ik denk dat ook dat voor de meeste mensen een, 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 ja, best wel een opdracht is: informeer je breed. Want er is heel veel informatie beschikbaar. Maar ja, uh, het, het is vooral het kaf van het koren scheiden ja, dat, dat wel. De insteek van, uh, van dit gesprek is natuurlijk de transitie mm -hmm. en de zware kost, Dat is één ding. Maar ik zie het eigenlijk net zoals bij de AA eerst moet uh, toegeven van ik ben al alcoholist. Je moet de werkelijkheid onderkennen ja. um, of kruifiaans van je ziet het pas als je door ja, hebt. Je moet het eerst zien. Ja. En op het moment dat je dan ziet van hoe dingen in elkaar steken en hoe je er zelf een deel van uitmaakt, op dat moment uh, kun je ook alternatieven gaan formuleren en. Op het moment dat je nog helemaal in het systeem zit, in het land der blinden, mm -hmm. dan zie je die alternatieven ook niet. Dus hoewel uh, het wakker worden of uh, uh, bewust worden over de bredere uh, politieke context, ja, dat is wel een zware pil. Maar tegelijkertijd geeft dat ook weer de mogelijkheid en de ruimte om, om zelf minder slaaf van het systeem te zijn. En heel autonoom uh, op een andere manier de toekomst te gaan vormgeven en formuleren. Ja, want ik heb ook op je website gelezen dat je het ook wel hebt over een, een spiritueel uh, stukje in het proces. Mm -hmm. uh, kun, je, kun je meer duiding geven wat je daarmee bedoelt? Um, ja, ik heb ook een achtergrond in jongejaanse psychologie. En, um, en jonge heeft het veel over van dat de ziekte van deze tijd een verlies aan zingeving is. En het verlies aan zingeving, hij noemt het dan. Die verbinding met een collectief onbewuste. Maar in de diepste lagen is dat iets van. Ervaar je. Um, ja, de spirit of goddelijke. Of uh, wat voor, voor, sommigen, voor iedereen is het een transcendente taal. Mm -hmm. Maar op het moment dat er samenlevingen. Dus een binding met. Een, een levende mythe. Of, uh, of een godsbeeld uh, hebben. Dan wordt dat als zinvol ervaren. En op het moment dat. En dat heeft de, de geschiedkundige Arnold Toynbee. Heeft dat ook uh, eigenlijk best wel goed laten zien. En op een moment dat, uh, dat, dat, het, dat de mythe niet meer informeert, niet meer bezielt, of uh, dan krijg je eigenlijk nou, wat we nu in de samenleving zien. Dus aan de ene kant is er een soort rationeel stuk van, uh, van, van hoe zit dat politieke systeem nou in elkaar en hoe, hoe wordt bepaald beleid over ons uitgerold. Maar op een diepere laag denk ik van ja, we zijn ergens die binding met het goddelijke kwijtgeraakt. En. en dat is misschien wel de, de root cause uh, achter de meeste problemen waar we nu tegenaan lopen. Ja, dus als ik het een beetje uh, begrijp, dan de, de, we zijn doorgeschoten in het rationele, waardoor we eigenlijk mm -hmm. uh, een, een soort leegte ervaren. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en um, hoe, hoe kunnen mensen dan weer in verbinding komen met zichzelf? Is dat, uh, heb je daar uh, middelen voor, hulpmiddelen voor of ideeën voor? Uh, ja, heel simpel gezegd is de, de weg naar binnen. Van uh, op het moment dat je dus, uh, dus af en toe je telefoon uitzet. Ah, <laughs> even vervelend. <find it. laughs> um, ja, dus. dus um, en dat kan op heel veel manieren zijn. En uh, daar, daar, daar heeft het ook, de jonge Jaanse psychologie schrijft daar niet één manier voor voor. Maar dat is ook van kun je rustig en stilte met jezelf zetten. Meditatie kan daarbij helpen. Uh, maar ook met innerlijke beelden werken of met je dromen bijvoorbeeld. Um, je creatief uiten, En dat kan dus heel dat hoeft niet per se een schilderij te zijn. Uh, maar op het moment dat je creatief bezig bent, ben je ook dan geef je uitdrukking aan iets wat heel dicht bij jezelf ligt, um, ja, dus er zijn um, dus een soort weg naar binnen waardoor je dichter bij jezelf komt en ja. waardoor, die, waardoor je ook weer een stuk van die binding gaat ervaren. Ja, ja. ja precies. Dus het is um, ja, eigenlijk best wel een individueel proces, als ik het zo hoor. Uh, je kunt het ook zeker met anderen delen. Dus dat is niet. Uh, um, nee, niet per. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ik ga binnenkort starten met een kracht van acht groepje. Van het is uh, door, door Lim McTaggart, uh, Power of Eight. Ja, ik heb het ook ja. gelezen. Ja, ah, ja, ja, leuk, ja, leuk, leuk. Ja. Um, en daar is het juist heel fijn om uh, ja, op een, op een niet-rationele manier uh, toch samen. Um, ja, samen iets heel positiefs neer te zetten van um, waarin je ook dat stuk zingeving ook met elkaar kunt delen. Dus dat... dat is die intentiemethode. Dat je ja, met ja. Een, groep, een groepje zeg maar een intentie neerzet. En zou je bijvoorbeeld allemaal hetzelfde doel kunnen hebben om te zeggen van nou, we, we hebben intentie om iemand uh, weer beter te maken. Of uh, het kan ook kleiner. Ja. Dat je dat dan uh, structureel doet. Mm -hmm. uh, volgens mij ook nog op hetzelfde moment uh, ja, ja. is wel een voorwaarde. En dat, dat heeft effect. Ja, en wat ik zelf wel grappig vind, want uh, ik, 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 ik doe dat ook al met een aantal anderen, is dat um, uh, ik heb ook veel gemediteerd en dat kan soms best wel. Mediteren werkt als ik mezelf al rustig voel, maar als mm -hmm. ik onrustig voel ben, dan is het echt wel een uitdaging. En um, doordat je op uh, ja, even niet, want door die intenties ben je niet met jezelf bezig, um, dat het een sterker meditatief effect heeft eigenlijk dan en het makkelijker gaat dan uh, dan het mediteren zelf Dus uh, ja, ja oké okay. interessant zeg eh, wat wat is nou volgens jou de de, de grootste transitie waar we nou voor staan als uh, ja noem het mensheid of ja, ja zo, uh, dus is dat, is het uh, is is is, dat, is het in één uh, onderwerp te vatten of is, is het, zijn er meerdere tegelijk die nu uh, belangrijk zijn nou de twee die je nu hebt aangestipt ik denk de, 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 aan de ene kant het bewustwordingsproces, dus dat zijn die workshops waar we het over hadden. Van, mm -hmm. um, want wat er nu wordt uitgerold, uh, als, als, als er niet meer mensen heel erg wakker over worden, dan, dan leven we straks echt in een politiestaat. Um, dus, dus ik zie wel dat dat. Uh, en, en het lijkt echt wel een wereldwijd proces te zijn. En er wordt ook gigantische technologie uh, bij ingezet. Um, dus. dus het wakker worden over de politieke en geopolitieke werkelijkheid. Ik denk dat dat echt wel een heel heel belangrijke transitie is. Um, waardoor we dus ook de toekomst op onze eigen manier uh, kunnen vormgeven. Soms wordt het ook wel de greater reset genoemd. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En het andere punt is waar, waar je net eigenlijk zei: van uh, dat het proces het meer naar binnen gaan en weer contact met jezelf. Um, ja, dus eigenlijk een spiritueler stuk om het zo te noemen. Ja. Kijk, uh, Else. We hebben ook gewoon luisteraars, kijkers die, die dit horen. Die denken van, ja, verdorie man. Ik, heb, ik, heb, uh, ik moet de kinderen, uh, die naar school. In het weekend ben ik moe van het werken, En dan ben ik uh, blij dat ik een paar dagen vrij ben. Um, uh, ik ga uh, als het kan op vakantie. Uh, we, we moeten allerlei dingen regelen met familie en dat soort dingen. Ik heb helemaal geen tijd voor, joh. Um, ja, ik heb er begrip voor. Uh, <laughs> dat wel. Nee, ik leg me even terug. Ja, maar doe maar. Ik heb er begrip voor. En tegelijkertijd, wat is de wereld waarin je wil leven? En wat voor wereld wil je aan je kinderen meegeven? Op dit moment uh, is er gigantische censuur. Uh, onze burgerrechten worden ontnomen uh, en het zijn processen die in gang worden gezet. En op het moment dat er zo'n machtsovername eigenlijk is, waarbij uh, je als individu echt niks meer in te brengen hebt. Ik hoop heel erg dat er een vreedzame transitie komt, maar hoe harder dat. Uh, Onderdrukt wordt, hoe meer je of een controlesysteem krijgt, of dat zal moeten bevechten om dat terug te krijgen. Dus ik denk echt wel dat het cruciaal is om een bredere verantwoordelijkheid van uh, ja, wat was het reclamespotje vroeger, de maatschappij dat ben ik. Oh ja, van, daar, ben, daar ja, ben jij. Ja, ja. ja, <laughs> ja, ja. Um, ja van, van, van wat voor leven wereld wil je leven en op welke manier wil je daaraan bijdragen? Ja. Ja, maar goed, dat zijn wel vragen die we dus ons heel snel moeten gaan stellen. Omdat we, als we daar verandering in willen doen, dan er, wordt, er, wordt van iedereen wordt iets gevraagd. Dus het is niet meer zo, zoals we dat eigenlijk hebben aangeleerd van hè, de politiek lost het wel op. Of, men, uh, of mensen die in een bestuurlijke functie zitten, die lost het wel op, want zij hebben er verstand van. Mm -hmm. We moeten dus eigenlijk uh, keihard zelf aan het werk. Ja, heel erg. En trouwens wel, um, ik ben erg voor de coalitions of the willing. Hoe noemen ze dat in Amerika? Okay. Van, uh, de mensen die echt niet willen en die daar niet voorbij willen kijken, die, die bereik je ook niet. Dus dan moet je ook verder geen energie in steken. Maar ik denk dat er nu best wel een grote groep mensen is die, um, ja, dat merk ik ook gewoon in mijn omgeving. Die merkt van, ja, er klopt wel heel veel niet. En niet echt weten waar ze moeten beginnen. Mm -hmm. En dan dus alleen op hun, uh, in hun eentje op zoek gaan. En... Um, wat dan best wel een eenzaam proces is en waar je soms ook zelfs met je eigen partner of in vriendschappen of in familie in een lastige situatie belandt en ja. daarin uh, ja die mensen dan is het wel belangrijk dat je dat je weet hoe je met elkaar kan verbinden en um, ja wat dat betreft heb ik deze onderwerp al meer dan zes jaar heel erg bestudeerd mm -hmm. en kan ik gewoon mensen helpen eigenlijk een soort spoedcursus bij bijspijkercursus <laughs> uh, ja, ja. ja. Um, dus uh, ja, dus, dus ik zou me niet richten op de mensen die echt niet willen. Daar, daar, ja, die bereik je toch niet. En dat worden dan ook hele vervelende gesprekken. Nee, maar want ik, ik ben wel benieuwd van wel, hoe doe jij dat nou... als je uh, bijvoorbeeld uh, op een verjaardag komt... of op een visite komt of uh, <laughs> een andere sociale aangelegenheid... ben je bij mensen in aankomt... Die, 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 die niet zo bewust zijn van heel veel zaken. Uh, ga je dan bewust iets triggeren? Ga je bewust dingen... Uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, Aankaarten of vertellen of houdt of, of denk je van nou ja, moet je een beetje aanvoelen bij wie wel en bij wie niet? Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Um, nou, het is bijna soms een beetje DDR-idee. <laughs> nou, uh, gezellig. we zijn er weer oh, mensen, ja. Uh, ja, soms dan, uh, dan, dan, dan lijkt je gewoon: Oh, hoe sta jij nou ten opzichte van het corona-verhaal? En dan begint oh, ja. iemand te praten en dan, dan weet je wel <laughs> hoe laat het is uh, ja. en, en, en vaak. Uh, Hou ik mijn mond en soms lukt me dat niet helemaal, uh, maar ik, ik, ik vind het heel lastig eigenlijk. Um, um, vooral in persoonlijke relaties, die gewoon altijd heel open zijn geweest, waar dit onderwerp gewoon helemaal niet bespreekbaar is, dat is soms best pijnlijk. Eigenlijk, uh. maar wat, wat ik ook wel um, merk, is dat het helemaal niet zo per se te maken heeft met, jou, met je opleidingsniveau of, of, uh, of je intelligentie. Want ik, ik, ik spreek ook mensen. Ja, die, bewo die wonen bij mij in de straat. En die, uh, die hebben ook gewoon een, een 9-to-5 job. Uh, niks bijzonders. En die zeggen ook van... Ja, uh, 5G. Ja, uh, Bill Gates. Ja, uh, noem maar op. Mm -hmm. Weet je, niet, niet dat dat gelijk uh, helemaal klopt of zo. Maar die weten wel dat er meer aan, aan de gang is. Weet je wel? Mm -hmm. Dus, uh, maar... Als je... Uh, ja, vaak mensen die... Ja, ik wil niet zeggen vaak. Vaak nu ga je heel erg uh, um, um, ja, mensen in een hoek zetten. Maar... Uh, het heeft niet zoveel te maken met je opleidingsniveau. Heb ik heb ik, heb, heb ik het idee? Maar ik ben niet hoe jij dat ervaart, maar ja, precies hetzelfde eigenlijk. En ik, ik heb eigenlijk het idee dat er eerder een soort psychologisch mechanisme achter zit: um, van, van, van heb je al je vertrouwen in de overheid gezet? Van, van je haalt je zeker. Ik heb een bepaald werkelijkheidsbeeld opgebouwd voor als je wat ouder bent al mm -hmm. en dat geeft ook zekerheid. Dus het is belangrijk om de overheid te kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om te vertrouwen dat de NOS en het NRC het juiste verhaal vertellen. En op het moment dat dat misschien niet zo zou zijn, dat dat zo'n eigenlijk bestaanszekerheid onder je weg slaat van ja. uh, dat er gewoon heel veel cognitieve dissonantie optreedt. En misschien juist bij de mensen die hoger zijn opgeleid, die zitten ook veel dieper in het systeem, zeg maar, die, die ja. hebben ook wat te verliezen. Ja, en ook bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn eigen opleidingen van. Um, ja, Hoe meer ik daarop reflecteer, hoe meer ik eigenlijk je krijgt een bepaald werkelijkheidsbeeld mee. En, en het is niet zozeer dat je, dat je leert welke vragen je moet stellen, of maar je, ja, je krijgt een bepaald beeld mee. Waar je eigenlijk zonder dat je door hebt, toch best wel in wordt geïndoctrineerd. Van uh, ja, ja. nou ja, want je, je hebt natuurlijk een tijdje in de duurzaamheidssector gewerkt, uh, veel in de academische wereld begreep ik ook. Je hebt ook hoeveel academische titels heb jij twee? Twee, ja. twee hè? Is het, is het waar, of tenminste, ja, is het waar, is het, klopt het wel een beetje dat, het, dat, dat in de academische wereld veel mensen toch links zijn? Gedachte goed? Ja, best wel, ja. ja. Uh, maar tegelijkertijd vind ik soms de, ja, de, de, klopt dat veel links, maar de, de, de scheidslijn tussen links en rechts is soms, um, ik, ik weet niet of dat de belangrijkste onderscheid is op dit moment. Nee, nee, maar dat ja. was gewoon eventjes een, een bijvraag hoor, ik was gewoon ja. even benieuwd, want... Dan hoor je ook al veel mensen die er ageren dan tegenover. Maar dan heb je eigenlijk weer het kat- en muisspel. Hè? Links, rechts en dan het ja. de, de, de verdeelde heerstaat. Ik wil eigenlijk helemaal niet naartoe. Maar, <laughs> um, maar goed, oké. Okay. Um, wat, wat, wat mensen die naar deze podcast luisteren, hè, die, die horen het dan. Maar wat, wat kunnen ze nou als eerste doen? Heel simpel. Als eerste doen? Ja, wat, wat, zijn, wat zijn eenvoudige dingen die iedereen kan doen om zich wat meer bewust te worden? Um, ja, één stuk is toch wel echt je beter laten informeren... en ook gaan luisteren naar alternatieve nieuwsbronnen. En dat betekent niet dat je alles moet gaan geloven... maar er zijn gewoon... Nou ja, als je bijvoorbeeld naar corona kijkt... heb je ontzettend veel artsen die gewoon echt in staat van dienst zijn... die, die echt niet uh, complotdenkers zijn... of uh, die, 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 die voor gerenommeerde instituties hebben gewerkt... die ontzettend veel wetenschappelijke publicaties op hun uh, naam hebben... En uh, ik denk aan bijvoorbeeld de Johannes, de, de, ja. de Griekse naam ik kan het niet goed uitspreken. Okay. Uh, die heeft al in het begin uh, die zei van we een paper uitgebracht. Oh voor de, voor de WHO is dat hè? Ja. Uh, maar die zei van ja dit, deze, deze modellen die kloppen gewoon niet en uh, we kunnen niet dit soort besluiten nemen op basis van van zulke foutieve modellen. Mm -hmm. En zo waren er wel twintig andere, zelfs heel erg in het begin. En nu zijn het er nog veel en veel meer. En dat tegengeluid werd eigenlijk vanaf het begin al enorm onderdrukt. Um, dus kijk ook bijvoorbeeld naar uh, de Café Weltschmert uh, is bijvoorbeeld um, in Nederland. Ik volg dan zelf meer het uh, uh, Engelse nieuws. En oh ja. um, A Breeze is ook een goede trouwens. Oh, die ken ik niet. Nee, okay. uh, ik vind Of Guardian uh, die heeft veel. Uh, Interessante artikelen. Ja, ja. Ja. En je ziet ook steeds meer dat, dat er onafhankelijke uh, ja, journalisten zelf ook gaan doen. Hè? Mm -hmm. Die zien dus nu ook gewoon echt wel een, uh, ja, een, een markt. Uh, want je kunt gewoon zelf gaan vloggen. Je kunt zelf ja. een, uh, een cameraatje pakken of je gaat het op YouTube streamen. En dan kun je gewoon zeggen, van, nou kijk, uh, kijk deze kant eens dus even op met, je, met het verhaal. En uh, ja. dan, dan zie je dus eigenlijk dat er, dat er een hele trend is op dit moment. Dat, dat valt ja. mij heel op in elk geval. Ja, ik vind dat in ieder geval wel een heel positief teken, want het laat ook zien dat mensen voor zichzelf gaan nadenken. En ik denk dat dat van, um, ja, dat is toch de basis van een de democratie en van een vrije samenleving, dat je gewoon voor jezelf mag nadenken en je eigen mening mag vormen en je eigen informatie mag opzoeken um, en je eigen ma mening mag uitdelen, uitspreken en delen met anderen. Dus dat, dat vind ik eigenlijk best een hoop, hoopgevende trend. Uh. En het is ook een zoekproces, dus als je anderen deelt in dat zoekproces. Um, ja, Dat is een stuk beter dan, dan dat. De, ja, ik, ik ben best wel als je gewoon de krantenkop het afgelopen jaar zag van het is zo'n bangmakerij. En als je gewoon de bottomline cijfers kijkt, daar dat strookte gewoon helemaal niet mee. We zetten ook niet alle verkeersdoden op de voorpagina van de krant. Nee, nee uh, precies. Nee, je, kunt, je kunt wel een beetje gevoelsmatig wel uh, bedenken dat er wel uh, andere agenda's zijn die, uh, ja, die er lopen om dit mogelijk te maken, om het zo maar te zeggen. Dus mm -hmm. dat is een beetje mijn invulling. Um, ja, Els, ik wil je bedanken voor het gesprek. Want uh, ja, je, je, je maakte de transities mee. We zitten in de transitie. En, uh, wanneer is je eerste workshop weer? Uh, nou, ik werk op basis van aanmelding. Dus als er okay. genoeg aanmeldingen binnen zijn, dan plan ik er één. Uh, want het is anders als ik er één plan en dan moet je heel erg gaan uh, verzamelen. Dat, ik heb gemerkt dat ja, genoeg aanmeldingen, dan plan ik een workshop in. Precies. Ja. En wat, wat is de naam van je website? Uh, www.vanhamelen.eu Oké, okay. gaan we je daarop volgen? Ja, leuk. Heel bedankt, dankjewel. Graag gedaan. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website maatschappij.nl